Het dorp Abcoude ligt ingeklemd tussen aan de ene kant de autoweg A2 en aan de andere kant de spoorlijn van Amsterdam naar Utrecht. Kom je met de trein aan, dan ben je op een station dat vrijwel helemaal open in het groene landschap ligt. Kijk je in de richting van het dorp, dan glijdt je blik over een groot en ongerept weiland. Iedereen in Abcoude kent dat als het land van Schoenmaker. Een boer die koppig, tegen alle vooruitgang in, bleef zitten op de grond waar hij zat. Achter dat land van Schoenmaker zie je het panorama van het dorp. Rond de twee kerktorens heeft zich de bebouwing van de oude dorpskern gevlijd. Meer dan een eeuw is hier bijna niets veranderd. Hoe anders is het beeld als je vanaf de autoweg binnenkomt? Brave nieuwbouw, niet mooi, niet echt lelijk. Maar dan opeens, vlak voordat je het oude dorp binnenrijdt, zie je in de bebouwing een groene oase. Het schapenweidje. Een flinke driehoek grasland omzoomd met bomen en heesters. Het ligt daar bijna sinds mensenheugenis als stukje onverdeelde boedel van de Erven de Groot. Een van oudsher bekende familie in Abcoude. Je vraagt je af hoe lang het nog duurt voordat ook dit plekje door de mangel van de projectontwikkeling gaat. En hoe lang blijft dit schapenweidje nog verzorgd als het Abcoude natuurparkje? Want hoe zeldzaam zo'n stukje groen ook wordt, nog veel unieker is de manier waarop Kees Ouwersloot het met hart en ziel beheert, verfraait en koestert. Hij is nu 86 jaar. En je mag hem met recht Mr. Schapenweidje noemen. Kees en zijn vrouw Fanny hebben in Abcoude met nog veel meer geschiedenis gemaakt. Ruim 40 jaren waren zij taxi Abcoude. Zij begonnen daaraan in een tijd toen nog maar weinig mensen een auto hadden. En alsof dat voor Kees nog niet genoeg was, werd hij ook nog de plaatselijke begrafenisondernemer. Kees en Fanny zijn dus altijd markante figuren geweest in het sociale leven van het dorp. Mensen die er ook altijd plezier in hadden om hun dorp op te smukken en mooier te maken. Dat alles zou je toch moeten bewaren, moeten vastleggen voor het te laat is. Zo groeide bij enkele buurtbewoners het idee van een film over het schapenweidje. Een korte documentaire met Kees en Fanny Ouwersloot als legendarische hoofdfiguren. Hun verhaal, hun schapenweidje. Die zijn natuurlijk een ideaal uitgangspunt om een beeld te geven van het Abcoude van vandaag. En om te laten zien hoeveel moois en gelukkig uit vroeger jaren nog is overgebleven. Maar het maken van een goede film kost geld. Met veel creativiteit en enthousiasme groeide langzamerhand een plannetje dat wel realistisch leek. De in Abcoude geboren cineaste Mirna Lichthart bleek bereid voor scenario, regie en montage te tekenen. Voor camerawerk en geluid konden we enkele vrijwilligers van de foto- en videoclub Loenen strikken. Johan de Veer en Evert Greefkes bleken de amateurstatus zo ver ontgroeid dat Mirna als professional met hen heel goed uit de voeten kon. Is het wel eens voorgekomen dat mensen niet konden of niet wilden betalen? Oh, ja, heel veel. Ja, die zijn er zoveel. Heel veel. Hebben we hele sterke verhalen van. Ik heb nooit de krant lezen over taxichauffeurs. Er komt altijd die mensen heen om geld vragen. Als ik ze vallen laat die betaalde, dan zei ik, oh joh, ik betaal ook nooit een taxi nemen. Ik zeg, dat ben je daar. Maar dan ging een hoofdtaxi, dan ging je vechten. Er werd ziekenhuis ingeslagen. Dus zo heb ik nooit een opdonder gehad. Is u nooit gebeurd? Niks. Ja. Ik vroeg niet om geld. Zo. Niet. Ik stop in Amsterdam, ik laat mensen uitstappen, ik sta buiten af te rekenen. Ik kom zitten twee keer op de taxi. Ik sta achterin en ik sta af te rekenen. Oh. Naar de haven, op Noorden of Denen. Dus naar de haven, naar het schip toe. En ik laat ze uitstappen het schip en dan zie je altijd dit in deze houding. Die portemonnee heeft pakken wat je dacht.
Dat is een vaste gewoonte, de mannen pakken die portemonnee. Dat is dan zo. Oh, wacht even jongens, ik krijg een hoop donder. Ik zie dat, ik voel dat in je wacht. Ik zeg, oude Wierdenzee gaf aan mijn hand en ze ging het schip en ik ging zonder centen weg. Meerdere malen gebeurd. Ik zie precies of iemand geld bij zich heeft met taxi. Zo, die heeft geen poen bij zich. Ik zeg, ja, we rekenen tegenwoordig altijd af voor we instappen. Dat is een nieuwe manier, zeggen we dan. Maar ik zag er geen poen hadden. Kom. Ja. Wat nou? Geen geld. Laat maar zitten, rustig maar. En ik rijd naar het station hier. Zo'n kilometer zit van het station af hier. Ik zeg, ja, hier zijn we. Hier hebben we 5 gulden. Ik ken 3 gulden met de trein naar het Centraal Station. En je had dan 2 gulden over een taxi. Daar stonden ze zo gek te kijken, jongens. Dat is het taxi, en ik kreeg geld toe. Had je voor 5 gulden, had je schrik. Had je gezicht te zeggen, joh. Ze stom. Ja, meneer. Ja, dank u wel. Dus zo, dan kreeg ik nooit de handen onder. Ik was er van niks weg. Dit is papa Kees' medaille. Dat is een lange. Oh, gaatje weg. Doosje open. Zie. Kom, blijf staan. En ik heb een strikje. Waarvoor geef je die? Ja, voor de 40 jaar klaarstaan voor de gemeenschap. Met de taxi. Met de taxi en met alles. Met van alles en nog wat. De bruiloft. Uiteindelijk de begrafenissen enzovoort. Ja, je komt bij de mensen in de linnenkast heel gewoon. Van de wieg tot het graf. We hadden een mank oud wijfje als klant. Mensen die had een mankbeentje. En was heel arm. En ja, een paar keer naar de dokter gereden en zo. Dat was daar aan toe. Maar dat wijfje dat krijgt een aanvraag. Ga je mee met het Rode Kruis? We gaan een dagje uit. En ja, nou. Daar heeft ze kennis op gedaan. Op dat dagje uit met het schip. En daar had ze beloofd. Nou zou ze bij Amersfoort wonen, die mensen. Nou zou zij een keertje op visite komen in Amersfoort. Ja. Maar of ze het nou verkeerd begrepen had of niet, het kon niet van het ziekenfonds gedaan worden. En ik vraag, in mijn onschuld vraag ik, ik breng haar naar Amersfoort. En ik haal haar weer later terug. En ik vraag 40 gulden per rit. Ja, zoveel was dat niet naar Amersfoort. Want en ze doet een boekje open. En er ligt geld in. Zo zegt ze, dat is geld voor mijn kolen voor van het winter. Ik dacht dat ik door de grond ging. Maar ja, ik had het eenmaal gezegd. Toen kwam ik thuis. En toen zei ik tegen Kees, wat zullen we doen? Want dit is toch te sneu voor het wijfje. Die mens hier is helemaal niet gewend aan die dingen. En toen hebben wij de kolenboer besteld. En hebben wij gezegd, ga jij daar een paar keer een mut kolen brengen, want het wijfje, dat geld is op. Dat is onze schuld eigenlijk. Dat was zijn geus. Ja, en dan heb je het weer een beetje goed gemaakt. En eerst nam ik alle verdrietigheid van die mensen mee naar huis. Het werd hoe langer hoe zwaarder, want je gaat met die mensen meeleven. Ja. Maar dat heb ik moeten leren om, zo gauw ze uit de auto waren, om me te vergeten dat er was. Dat heb ik gewoon moeten leren. Zij trok zelfs te veel aan, hè? Ja. Te gevoelig. Ik werd even harder. Ja, man is misschien iets sterker in dat soort dingen. Ja. Van de ene familie hadden we omaatje begraven. Een kleindochter reden dat ze ging trouwen. En toen ging er nog een schoonzoon overlijden. En we kwamen in de kortste keren kwamen we voor alle gevallen kwamen bij diezelfde familie. En dan word je toch nog heel hartelijk bedankt voor alle goede zorgen. Kijk, ja, nou kijk, en dat is natuurlijk je leven. Dat is dan waar je op leeft. Dat is waar je op leeft.
Fanny. Ja. 40 jaar heeft hij lief en leed gedeeld. De ja. mensen hier uit het dorp. Ja. In de taxi. Ja. En toen kwam daar een einde aan. Door een hartinfarct van mijn man. Hij had een passagier weggebracht, 's morgens 7:30. En hij voelde zijn armen gaan prikkelen. En hij kon niet meer. En hij heeft zichzelf naar het ziekenhuis gereden, het AMC. Al zwetende en al schreeuwende van pijn en ellende. En hij heeft in de mobilofoon tegen me gezegd, Fanny, ik heb een hartinfarct, ik ga naar het AMC. Nou, toen stond ze op te wachten met de brancard aan de AMC. En kwam binnen strompelen als een dronken kerel. Kon niet meer. Help me mensen, help me, want het gaat niet meer. Nou, met 5 man pakten ze hem op die brancard. En met een rot ging het naar de hartafdeling toe. Ja. Heb ik er 8 dagen gelegen. En toen ben ik de hele verzum naar Zonnestraal. Om verder af te kijken. Maar ik heb wel gered met mijn moeite. Ja. Maar het was een groot hartinfarct dat ik had. Ja. Nou, dat heb ik tijdens die weken die kwamen, heb ik mijn zaak verkocht. Oh ja? Taxibedrijf, helemaal verkocht. Radicaal? U wist van, ik kan het niet meer doen? Nee, ja. Ik denk, mijn vrouw ging aan de gang. Ik kan niet werk doen. Ik heb het lang genoeg gedaan. Hij was toen... Ik was 68. Hij was toen 72. Ja, en wat wil je dan een mens van 72? Dan moet je een keer ophouden. Je moet een keer beseffen dat je een keer stoppen moet. Ja. Het was alleen jammer dat het op zo'n vreselijke, cruwe manier moest gebeuren. Nou ja, een mens is eigenwijs. Je gaat door natuurlijk. Maar het ging juist zo mooi. Hoe bedoelt u, het ging juist zo mooi? Met onze zaak en ons rijden. We hadden... de kinderen de deur uit. Geen studiegeld van dit en dat meer. We konden nieuwe auto's kopen. We hadden dit huis net gekocht enzovoort enzovoort. Dus het was, echt allemaal, hoe moet ik dat noemen? Eindelijk kwam het voor ons toen pas. Eindelijk kwam het voor ons pas. Dus u had helemaal niet willen stoppen nog? Eigenlijk niet. Want het was veel te mooi, het ging veel te lekker. Nou, toen hebben we de zaak verkocht en... Het pijn in uw hart? Nou, dat was wel veel, ja. Maar ik was er gauw aan gewend hoor. Ja? Ik heb toen altijd een wagen gehouden en ik hielp hem nog steeds. Bij de begrafenisonderneming? Ja. En toen heb ik me min of meer geworpen... Op, hoe moet ik het zeggen, een beetje voor anderen klaargestaan. Ik was in ene aan het borduren. We deden zondags heel veel ontdek je plekje lopen voor van de AVRO was dat. Een hele leuke organisatie, heel leuk. Ja. En dat zag ik op de muur in de Briel, in de kerkmuur in de Briel. Zag ik de 10 geboden staan, geschilderd. Ja. Papa zegt, mami, dat kan jij ook. Ja, nou, ik bibber al een beetje hoor, ik kan niet meer zo goed schilderen. Nou, dan borduur je het maar, zei hij. Nou, wij met een plannetje naar huis om te gaan borduren. Ja. Maar ik begon de ene kant opwinden, de andere kant afwinden. Die 10 geboden te borduren. En toen ik halverwege was, besefte ik ineens, dat kan nooit in mijn eigen huis hangen. Want het is veel te groot. Veel ja. te groot. Jeetje, wat nu? Nou, die katholieke kerk, daar staat een hele kruiswegstage op. Die gereformeerde kerk was veel te modern om een hoge muur te vinden. Er was geen hoge muur te vinden. En mijn eigen dominee, ja. Maar ik zei vertelde mijn verhaal aan die dominee. Hij zegt, maar. We hebben, over een paar maanden hebben we feest te vieren in de kerk, dat die kerk in deze vorm hier 500 jaar staat. Zou je het dan af kunnen hebben? Want dan komt de commissaris van de koningin
En monumentenzorg. En die gaat vertellen hoe duur de verbouwing geweest is. En die gaat vertellen hoe. Het is allemaal droge koek. En als u nou dat kleed aan kan bieden. Ja. Kun je dat klaar hebben? Ik zeg, natuurlijk kan ik dat klaar hebben. Dus het was, ik heb er van augustus tot april aan gewerkt. En prompt was het klaar. Maar dat moet wel een stap geweest zijn. Want u hebt zo lang dan zo'n belangrijke rol binnen de gemeenschap gespeeld. We hebben één wagen overgehouden, die witte. Ja. En die hebben we na 20 jaar. En dat is de hobby ook, hè. Ja, wat doet u daarmee? Ja, als we uitgaan. Het is de vakantie. Ik ga niet meer naar Frankrijk toe, die grote rit, ik niet. Dat is met, heel moeilijk. Maar hier in de omtrek in Nederland, in de Friesland, naar Limburg, naar Kessen, kennen ze. Dat is mijn vakantie. Iedere keer een dag vakantie, gewoon daarheen of daarheen. Ja. Ik vond het wel lekker, dat altijd. Ja, ik vond me prima dood. En nog steeds hoor. Nog steeds. Het is een hobby, hè. Ik moet rekenen, ik rij nu van 33 af. Ik rij 67 jaar stuur ik. Ja. Maar het is niet uw enige hobby, hè? Nee. De tuinen. En de beestjes, de eendjes aan de overkant. En de gansjes. Enzovoort, doe ik al jaren. Daar hou ik van. Tuinwerk hou ik van. Ik moet wat doen, hè? Ja. Ik heb hier gisteren nog 50 meter haar geknipt. Rondom het huis. Met de blikken dekker. Ja. Al die haar hou ik bij, hè? Die snoei ik. Ja. En, want tuinwerk is dan zacht te doen. Een beetje bij te houden. Ja. Hier bijvoorbeeld ook, ik heb hier een, dit was een grote haag. En ik wil liever een lage haag hebben, maar de buur had een hoge haag. Dat heb ik hem omgebouwd. Heb ik een lage haag en de buur een hoge haag. Een snoeiwerk op zichzelf, joh. Ja. En als je die ganzen gaat voeren, je schrijft de hele buurt bij elkaar. Er zijn ook 40 ganzen staan te schrijven. En eenden. En als ik aan toe loop, dan zeggen ze, oud, laatste roepen je. De buren, oud, laatste roepen je. Oh, ze komen eraan hoor. Leuk. Gak, 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 gak. Kom. Kom dan, kom, gak, 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 kom, kom, doe maar, schreeuw maar het, kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar, och die kleine beestjes. Eentje in mijn hand. He? Oh, mijn kleintjes vergeet ik. Oh, mijn kleine eentjes. Gauw. Anders kom ik tekort. Dat zijn de wilde eenden. Een nest met wilde eenden. Op is er aan. Dat stuk land, hè? Is dat nou dan van de gemeente of is dat van u? Dat is van de Erben de Groot. De Erben de Groot was een dominee in Manbrug. Ja. Die heeft in de vorige eeuw geleefd, in de 1800 zo. En er zijn nog 40 nakomelingen. Ja. En twee notarissen die het regelen. Een Maars en een Beeldhoven notaris. Een driemanschap en een chirurg van de AMC. Ja. En die regelen dat, die toestanden. Dat heb ik van een huurcontract mee. Hè? U heeft daar een huurcontract mee? Ja. U huurt het? Ja, 800 gulden per jaar. Leuke hobby. En wat gaat er dan mee gebeuren
als u dat op een gegeven moment niet meer kan doen? Er zit een bouwverbod op. Die Erm de Groot had in de Winkeldijk stukjes leggen. Want hier op de Koppeldijk zijn er stukken van Erm de Groot. En dat staan er allemaal te koop. Al die stukjes staan te koop. Die boer heeft al, ze hebben met mij al aanbiedingen gehad. Dat ik het niet mag huren meer. Dit stukje land? Mag ik niet meer huren, dat gaat naar een andere eigenaar toe. Ik zeg, leuk, raak het kwijt. Nee, zei hij, raak het niet kwijt, heeft hij gezegd. We zijn bezig om te verkopen en met een paar maanden, zei hij, dan is, wordt dat af. We hebben al gehoord, die ganzen kunnen blijven lopen. Die rustig doorgaan. Want die man is een dure jongen, die heeft gekocht voor geldbelegging. Dus dat eentje zelf gaat gewoon door, ik ga gewoon doorgaan. En dat bouwverbod, dat blijft? Bouwverbod blijft, ja, dat soort gemeente voor, ja. De laatste long die we hebben in elkaar, hè. Dat was helemaal volgebouwd. Als er weer overplekken komt, gaan ze weer huis inzetten. En dit blijft dan een open long. Dat is de laatste long die we hebben. Dat kan hier niet gebeuren? Nee. Nee. Nou ja, vooruit. Zo. Kees rijdt me natuurlijk nu. Nu ik niet lopen kan, bij wijze van spreken, dan rijdt Kees me dan ook naar de kerk enzovoort. Dus we zitten vaak genoeg in die auto. Eigen kussens, Kees, één en ik één. En meestal zit ik zo, want dan ben ik een beetje kleiner. Dan zien ze mijn hoed niet zo erg. Trouwens, niemand heeft last van mijn hoed, omdat ik in de achterste bank zit natuurlijk. En dan moeten we ook altijd nog eventjes naar de begraafplaats, of er niemand de boel vernield heeft. Want, de begraafplaats? Ja, die grafkelder die voor ons gemaakt heeft, of heeft laten maken, die... En dat heeft dus nu ook nog. En er staat op grafkelder, familie C. Ouwersloot. In één gebeiteld, heel mooi hoor. Wanneer heeft u dat gedaan? Dat heb ik in... Dat staat erop, in 80 gedaan.
aan de zijkant staat anno 1980 staat erop. Dus een 20 jaar oud. Dus dat ligt er al 20 jaar? Ligt er al 20 jaar. Doordat je met de dood vertrouwd geraakt, staat ook in het gedicht wat ik voor Kees gemaakt heb. Ja. Zegt dat je is, maakt het je niet het leven moeilijk. Nee, je weet later zullen ze hem hier neerleggen, klaar. Denkt u er zelf wel eens aan? Ja. Ik heb er nooit anders aan dan om te denken. Hoe komt dat? Omdat je het werk deed. Dit valt niet mee als je schooljongens bent, als je bij school bent geweest. Je moet die begrafenis uitvoeren. Moet ze zelf begraven? Ja. Om ze iemand op te pakken en netjes in een kist te leggen. Dat grijp je wel aan hoor. Ja. Maar je ziet het wel eens en ja, het wordt er haast ook een gewoonte op de duur. Want het is zo, een man mag niet huilen, hè, zegt het spreekwoord. In de hemel is het schoon, zingt een klein kind al, waar men zingt op blijde toon. Met een altoos vrolijk hartje. Nou, dat zijn van die dingetjes die leer je op de vleugelschool al bij wijze van spreken. Ja. En dan krijg je dus als kind al een inzicht, een gedachte van hè, dan ben ik van zorgen vrij, geen pijn en geen zorgen meer. En dat moet dan gewoon fijn zijn. Het moet gewoon fijn zijn. Ja, vrolijk. Ja. Zingen. Ja. Je denkt natuurlijk, hoe zal het zijn? Kom ik straks mijn vader en moeder tegen? Of kom ik mijn grootouders tegen? Of iets dergelijks. Dat soort dingetjes. Maar dat weet je natuurlijk niet. Dat is het hele ja, toch mysterieuze omdat je het niet na kan vertellen, heeft nog nooit iemand het kunnen navertellen. Ja, dus u weet het niet zeker. En je kunt het nooit met zekerheid zeggen. Maar dat is met een geloof. Ja. Ik geloof dat het zo is. Ja. U heeft er wel vertrouwen in. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja, dat u elkaar daar zult treffen. Weer zult zien, ja.